Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het trekt een pakket bewolking van west naar oost over Nederland en uit die bewolking valt ook wat regen. Misschien in het oosten eerst nog wat natte sneeuw, maar ook daar lopen de temperaturen op. Vanochtend is het 1 tot 4 graden met een harde wind langs de kust, een windkracht 7 en een vrij krachtige wind in het binnenland. Vanmiddag is het wat vaker droog, hoewel ook nu weer niet helemaal. 4 tot 6 graden en aan het eind van de middag gaat het van het zuidwesten uit weer wat harder regenen. Een dag dus met vrij veel bewolking. Weinig ruimte voor de zon. Maar in de avond komen er langzaam wel wat opklaringen. Vooral later in de avond. Temperaturen komen de nacht net iets boven het vriespunt. Met hier en daar een bui. En die buien die kunnen morgen samengaan met wat natte sneeuwhagel of een klap onweer. Dan wordt het 4 tot 6 graden. De wind neemt in de loop van de dag langzaam wat af. Tussen de buien door dus ook ruimte voor de zon. En daarna hebben we te maken met wat rustiger weer. In ieder geval wat wind betreft. Er kan vrijdag en zaterdag en ook zondag nog wel een enkele bui vallen. Misschien een keer met wat natte sneeuw. Het wordt 4 tot 5 graden in het weekend een graadje warmer. De nachten liggen de temperaturen wel dicht bij 0. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl